Breda Nu. Je weet het meteen. Je zit hier natuurlijk in een fantastische ruimte. Die heb je zelf gecreëerd, hè? Die heb ik zelf gecreëerd. Het was eerst een stuk bos. Hè? En die bomen waren spil, die allemaal om het licht vochten. Ja. En de ondergroei die was verpieterd of hij was er niet meer. En langzaam maar zeker heb ik open plekken gecreëerd, waardoor het ook meer werkbaar was. Eigenlijk heb je dus... Langzaam maar zeker heb ik de plek en de beelden zoals ze staan, heb ik ingemaakt. Dus ik vind een beeld zoals die staat in de ruimte is bepaald. Maar die ruimte is ook bepalend voor het beeld. Anders staat het beeld op zichzelf. Eigenlijk moest je dus wat vernietigen om daarna iets mooiers te maken. Omzetten is een beter woord. Jouw filosofie is dat beter woord. Ja. Vernietigen, dat is zo absoluut. Hè? Dus omzetten. En van daaruit zie je gewoon, als je daar met respect en liefde omgaat, dat daar iets moois uit ontstaat. En dat jij gewoon één bent met dat geheel. Omdat je dat ziet tenminste. Als je daar een bepaalde hoge gevoeligheid voor hebt. Maar dat gaat bij mij vanzelf natuurlijk, omdat ik daar me lekker bij voel. Ja. Dat is mooi, hè? Dat dingen waarvan jij zegt, die voel ik ook zo, die kan ik ook realiseren. Want er zijn denk ik niet zo heel veel kunstenaars die zo'n prachtige plek hebben kunnen creëren en dan hun eigen creaties erin. Dat is waar. Maar anders had ik ook deze beelden nooit gemaakt. Dat loopt bij jou parallel? Dat loopt bij mij parallel. Ik denk dat het allemaal zo gegroeid is. Hè? Ik bedoel, het is niet zo dat ik koos. Dan word ik beeldhouwer. Hoe is het dan wel gegaan? Dat dienen ze aan. Ik werd beeldhouwer. Dus ik bedoel, van het ene ontstaat het andere. Daarvoor was ik natuurlijk veel met die organische architectuur bezig. Met tuinen en gebouwen. En langzaam maar zeker diende het gewoon aan. Of het zo moest zijn dat ik meer in dat vrije werk kwam. Jij noemt dit vrij werk. Ik vind het wel vrij werk in die zin van jou, vanuit jezelf komend. Ja. Maar ik vind het ook toch iets zeggend. Het is niet zomaar een beetje vrij werk. Het is ook geen vrij werk. Want ik denk als kunstenaar zijnde heb je een visie. Heb je een verhaal, moet je iets naar de mens toebrengen. Als ik binnen mijn eigen verhaal blijf hangen of binnen mijn ego, dan... Dat is prima voor mij. Dan kun je zeggen, je maakt een instantie voor jezelf. Maar je moet loskomen daarvan, waardoor je zegt, ja, kan ik bij de mens iets openen? Iets openen binnen zijn eigen verhaal. Dus eigenlijk zeg jij, moet je als mens en ook als kunstenaar dus je egoïsme overwinnen? Ja, je moet eerder dienend worden. Net zoals de bomen. Mooie boodschap. Ja. Nou ja, in ieder geval zo beleven. Dat is hetgeen waar ik dan voor sta. En daarom kan ik dag in dag uit toch 35 jaar lang al op deze manier beelden scheppen. Dus dat is dat innerlijk spanningsveld naar de buitenwereld toe. Met de bescherming van mijn eigen wereld die ik hier heb. Jouw poortwachter dus. Ja, bijvoorbeeld de poortwachter of de wachter. Ja, dus dat... Maar ik heb nog wel een gedicht over. Heb je een gedicht? Oh, je hebt het voorbereid. Dat is voor jou... Niet voorbereid. Maar ik vond het toch wel leuk om even over die poortwachter dat te zetten. Omdat je... Jij is dichter zijn. Hè? Maar dat mag. We kunnen het altijd nog knippen, hè? Ja, dat is waar. Nee, maar hetgeen waar we het net over hebben. Hè? Dat is naar aanleiding van... Dat gedicht kwam ik tegen. Dat is van Nicolaas Roerig. Dat was natuurlijk vrij vroeg, 1874 tot 1947 leefde die. Maar ik had dat beeld gemaakt en toen kwam dit gedicht tegen. Ik denk, ja, dat gedicht dat past toch bij dat beeld. Prachtig toch? We hadden. Ja. Dus ik lees hem even voor. Poortwachter, vertel me eens, waarom sluit je deze deur? Waar bewaak je zo trouw? Ik bewaak het geheim van de stilte. Maar de stilte is leeg. Geloofwaardigen zeggen dat het geheim van de stilte op onrust berust. Maar ik weet dat het geheim van de stilte bestaat en moet ervoor zorgen dat het bewaakt wordt. Maar toch is je stilte leeg.
Het is alleen leeg voor jou. Dus, dat wil ik maar zeggen, dat of je ontmoet dat beeld, of niet. Of je loopt eraan voorbij. Dag Ludovicus. Je hebt niet voor niks een bril op, denk ik. Ja, dat is voor de splinters van de steen. Hè? Dat hak ik eraf en dan moet je uitkijken voor de ogen. Anders kom je regelmatig bij de eerste hulp terecht. Gebeurt dat vaak dan? Dat is een aantal keren gebeurd. Dat ik iets in mijn oog had of bleef het in mijn haren hangen. En dan werd ik de volgende dag wakker. En dan was het in mijn oog terechtgekomen. En dan hoeven maar hele kleine splintertjes te zijn van die steen. En daar krijg je aardig last van. Ja. En dan moeten ze er even uitspoelen. Of uit te halen. En dan ben je bezig met een beitel en een hamer, noem ik het maar even. Ja, ik heb de beitel met drie vingers heb ik hierop liggen. De pinkie is de sturing. En als je hakt, tikt, dan trek je de beitel altijd iets terug. Dat is voor de slag, is voor jezelf prettig en voor de steen. Op het moment dat je slaat, trek je tegelijkertijd terug. Trek je iets terug. En met je pink stuur je, omdat je alle kanten van die steen benadert. Wil je zelf ook een keer proberen? Ik voelde net al die splinters hier tegen mijn handen komen. Dus ik wil dat proberen, als ik niks kapot maak. Nee, je kunt. Kijk, als je hier gewoon verder gaat, want ik ben hier eigenlijk een nieuwe huid aan het opzetten. Dat het wat verfijnd wordt. De grofheid heb ik er al ingezet en daarna geef ik weer een nieuwe laag aan. Ik zal er een paar doen. Hier heb je een bril. Kun je het even proberen? Moet ik hem even vasthouden? En dan zet jij hem zo deze kant op en dan kan er niks gebeuren. Ja. Zo sturen? Ja? Proberen niet te verkrampen. Ik ben links, rechts aan. Nou ja, je moet natuurlijk eerst even inkomen. Je moet veel harder slaan dan ik dacht. Ja, het is vooral hoe je de beitel zet. Het heeft niks met kracht te maken, maar het heeft met te maken... Je moet eerst techniek. De techniek, het gevoel. En voor jou is de eerste kennismaking met dit is Arduin, ofwel Belgisch hardsteen. Ik hoor wel zo'n hele donkere stem van jou, maar wat zit er allemaal nog meer onder? Een instrumentarium. Ja. Bas, drums, twee gitaren en een Fender Rhodes piano. En Chris, jij bent dus continu aan het schuiven met knoppen en aan het overleggen. Ook tijdens, dat zag ik net, tijdens de muziek. Maar hoe kun je met elkaar praten als die muziek zo geluid is? Nee, wat ik nu aan het schuiven ben is even om een goede balans te krijgen. Maar die balans wordt straks met de mix, als we alles... alle instrumenten, alle stemmen opgenomen hebben, dan wordt er pas echt een balans gemaakt. Ik ben hier bij jou en bij Chris om te praten over jouw project. Je bent met een project begonnen. Dat is een beetje bijzonder. Hè? Ik moet eerst even zien wie jij bent natuurlijk, maar dat weet iedereen wel. Een bluesman, mag ik dat zo zeggen? Dat mag, of het waar is. Dat is het tweede verhaal. Nee, blues gerelateerd in dit geval. Roots muzikant misschien meer. Het zit tussen wat ik doe, is tussen blues, jazz, funk, soul. Country zelfs, die invloeden heeft het allemaal. Maar je wordt meestal aangekondigd als bluesman, toch? Ja, blijkbaar wel. Maar dat wordt een beetje minder, hoor, gelukkig. Want ik vind dat ik de andere genres te kort doe als ik die niet opnoem. Waar ik ook heel veel aan heb. Is dat dan de beïnvloeding van buitenaf of is dat iets wat jij zelf zoekt? Beide. Je kunt niet alles bijhouden. De gelegenheid is er wel, maar het wordt ook steeds meer. Maar hoe selecteer je dan? Want ik heb dat ook wel, als ik muziek hoor, dat ik denk van ja, weer iets nieuws. Maar voor jou als muzikant lijkt me dat ook veel moeilijker. Misschien, dat weet ik niet. Het is in het dagelijkse leven. En buiten mijn muziek is het ook zo. Het is een kwestie kennis vergaren of iets even opzoeken of iets willen weten. Of,
willen weten waar iemand ooit gezegd of gedaan heeft of gespeeld. Dat maakt niet zoveel uit voor mij. Dat houdt niet bij muziek op. Dus eigenlijk mag ik zeggen dat je een hele brede muzikale belangstelling hebt. En daar maak je gewoon gebruik van, ook bij dit project. Absoluut, zeer zeker. Ik ben beïnvloed sowieso altijd door Willie Nelson, door Django Reinhardt, door B.B. King, door Elvis Presley. In dit geval hoor ik Nick Cave voorbij komen. Er zijn wel een aantal oude knarren, zeg ik dan, hè? Nog ouder als ik, ja. Ze zijn er. Ja. Maar nieuwe dingen waarvan je zegt van, in de nieuwe, nou, er zijn misschien wel richtingen waarvan jij zegt, die vind ik ook interessant, ook al zijn ze nou niet in die richting. Sommige dingen wel, sommige dingen, niet allemaal, maar die grijpen ook weer terug naar het oude. En dat is dan hetgene waar ik weer herken. We hadden het straks over De Staat, een Nederlandse band. Dat is, die grijpen ook terug naar oude dingen. En dat is hetgeen, en denk van, dus het feest der herkenning telt dan weer. Zijn er ook andere mensen die jou beïnvloeden dan, ik bedoel persoonlijk, bijvoorbeeld een muzikant die bij jou komt en die zegt, nou, ik heb er iets moois gehoord, jongen Jan, luister eens even. Kunnen we daar iets mee of gaat dat nooit zo? Dat gebeurt natuurlijk. Chris en ik praten daar dikwijls over. We zijn niet echt tegenpolen, maar we denken soms ook anders over dingen. Maar we hebben respect voor elkaars mening en visie. Vooral dat. Chris is ook een van de weinigen bij wie ik niet zo eigenwijs ben als bij anderen. En dat is ook vruchtbaarder voor mezelf. Dan zal ik even naar Chris overstappen, ja. Want dat is belangrijk. Chris, hier zegt iemand iets over jou, in een hele positieve manier. En jij bent producer, hoe moet ik het noemen? Ja, producer is misschien een groot woord. Maar we luisteren samen naar de songs die Jan geschreven heeft en daar werken we samen aan. En ik ben anders vanuit een andere hoek als Jan. Welke hoek? Ik denk meer vanuit de Beatles hoek, zeg maar, vanuit die kant. En meer vanuit de popkant eigenlijk. En ik moet dan in heel veel gevallen heel veel water bij de wijn doen. Maar samen komt er wel iets aparts uit, heb ik het idee. Van, moet je me even uitleggen, want vanuit de Beatlehoek, ja, ik bedoel, ik was natuurlijk vroeger Stones fan, dat hoorde zo, of Beatles. Maar betekent dat hij die sound erin wil hebben, of hoe moet ik dat zien? Nee, absoluut niet direct die sound. Maar wel het vanuit die hoek benaderen. En Jan die benadert in heel veel gevallen dingen ook vanuit zijn blueshoek. Omdat daar zijn roots ligt. En bij mij ligt dat meer bij de Beatles, bij Crosby, Stills en Nash. En ik denk dat ik gewoon automatisch dingen meer vanuit die kant bekijk. Zojuist waren we met de song bezig en daar hoor ik percussie-instrumenten in. En dan leg ik daar Jan voor. En die hoor je in je hoofd dan? Hoor ik in mijn hoofd, ja. En dat gaan we dan proberen. En het kan best zijn dat het niet goed uitpakt. Maar het kan ook zijn dat heel erg op zijn plaats gaat vallen allemaal. Wanneer slaan jullie met de vuisten op tafel? Ten opzichte van elkaar? Of gebeurt dat nooit? Nee, dat gebeurt eigenlijk nooit. Nee, we kunnen wel op een gegeven moment overleggen, weet je niet. Van, is er eigenlijk wel iets of zo van... Maar het is eigenlijk nooit... We komen er altijd makkelijk aan uit. Altijd makkelijk. En niet dat Jan zo toegefelijk is of ik zo toegefelijk ben. Maar we komen er altijd wel aan uit. Ik denk dat we samen wel kunnen beoordelen van of het nou echt tof is of niet tof is. Het gaat er vooral om het muzikale. Niet om je zin te krijgen. Gewoon, het moet muzikaal het beste zijn. Ja, absoluut. Het heeft helemaal niks te krijgen. Dat geldt voor ons beide kanten uit. Om ons zinnetje te krijgen. Want nee, ik denk dat we daar allebei helemaal opzij zetten. Ja. Kun jij iets zeggen over dit project? Het gaan 3 EP's worden. En aan het eind van het verhaal komt er nog een LP. En die LP wordt een verzameling van verschillende liedjes die op de EP staan. En er komen nog een paar extra nieuwe tracks bij op die LP. Jan, schrijf jij een song in je hoofd helemaal kant en klaar? Of in stukjes? Of beetjes en brokjes? Ik vroeg net aan Chris al hoe dat werkt bij het uitwerken ervan. Dat is heel variabel. Meestal begin ik te schrijven. Wat ik de mooiste vind, die zijn het snelste klaar. Maar het gebeurt ook dat ik er eventjes aan moet sleutelen. En denk van, hup, bij de les blijven. Dan moet ik echt werken eraan. Dat kan ook gebeuren. Maar meestal heb ik een ideetje in mijn hoofd en begint met een ritme uit mijn ritmeboxje wat ik in mijn recordertje thuis heb staan. Daar ontstaat eigenlijk het basisideetje. En dan denk ik, oh ja, wacht eens, zo'n gitaar erover, zo'n basje erover en daar houden we het dan mee op en de rest doen we hier. En dan, de teksten zijn meestal klaar, nog soms niet eens als ik hier binnenkom. Maar daar vertrouw ik op, ik vertrouw mijn intuïtie.
Maar een zin die in een bepaalde melodielijn, die moet kloppen. Dan moet, oh ja, nee, dit klopt niet. En dan klopt het niet en dan ga ik andere klankkleuren gebruiken. Gewoon steenkool in Engels. Yeah. En dan gaat het liedje totaal ergens anders over. Maar bij jou kan het ook zijn dat je zegt, nou, dat weet ik nog niet. Ja. Dat vloeit dan vanzelf voort uit wat ik doe. Dat heb jij heel goed in de gaten, Kees van Meel. Prachtig gezien, ja. Maar jij doet dat ook wel eens misschien? Ik doe dat ook wel eens, ja. Sleep.